kun je ook gewricht in de vingers vervangen en in de duim. Ja, dat kun je. En dat wordt vooral gedaan door de plastische chirurgen of door orthopedische chirurgen die echt van de hand hun aandacht hebben gemaakt, hun aandachtsgebied. Ik heb er zelf best een aantal gedaan, maar inmiddels is het helemaal verschoven naar de plastische chirurgie. Je hebt allerlei soorten gewrichtjes, zowel voor de duim als voor de vingers. Dus het antwoord is ja. Het grappige van handartrose is over het algemeen dat het een groot probleem is tussen de 50 en de 70. En dat de ziekte vaak heel vaak daarna, dus als je ouder wordt, spontaan een beetje uituttert. Hè? Niet dat je dan opeens nieuwe vingers krijgt, maar de klachten worden minder. Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar dat zie je vaak wel gebeuren. Maar is het heel erg? Er is wat aan te doen.